Mijn naam is Bart Vlos. Ik ben schrijver, inspirator, anti-sleurcoach. En ik ben zeer gefascineerd hoe het komt dat mensen als ze een baan gekozen hebben, die ze zelf kiezen, na een verloop van tijd daar problemen mee gaan krijgen. En vervolgens of verveeld raken of overbelast raken. Hoe komt dat? Vind ik zeer interessant. Ik vind het fascinerend dat mensen een zelfstandige, bewuste keuze maken door te zeggen, deze organisatie vind ik leuk, daar wil ik voor werken, daar ga ik solliciteren. En dan klikt het en je wordt aangenomen, want dat bedrijf vindt ook dat jij erbij past, met al je vaardigheden. En dan ga je er tegenaan, tegen een goede beloning uiteraard. En dat je dan toch na een verloop van tijd in de sleur van een onderbelasting terechtkomt, een bore-out, of in de sleur van een overbelasting, een burn-out. Hoe komt dat? Wat gebeurt er in die tussentijd? Een van de misverstanden over sleur is dat het alleen maar met saaiheid te maken zou hebben. Want je kunt ook in de sleur van een overbelasting zitten. Stel je werkt allebei een fulltime job met kinderen. De hele dag is het druk, een constante logistiek, je komt niet tot rust. Dat leidt op de langere termijn tot een chronische overbelasting, tot een burn-out. En daar is heel goed wat aan te doen als je het maar leert herkennen. Iedereen is wel eens een sleutelbos kwijt. Iedereen komt wel eens, als je thuis bezig bent en dan loop je naar boven en denk je, wat kan ik er ook alweer doen? Je stoot je knie wel eens. Op zich is er helemaal niks mis mee. Dat overkomt ons allemaal wel eens. Maar als dat 10 keer op een dag gebeurt, dan is er wat aan de hand. En als jij wc-rollen in de koelkast gaat opbergen of boeken in de wasmachine, dan is dat niet meer een incident. Dan is het niet meer normaal. Nou, als je je daarin herkent en dat soort symptomen, die toenemen, dan is het anti-sleurboek het beste boek wat je kunt lezen.